ben Erik Baan. Ik ben groepleader bij Voortman Steel Construction van de afdeling engineering. Onze afdeling engineering bestaat uit 4 constructeurs. We hebben een man of 10 als engineer. En we hebben daarbij ook op dit moment nog 2 programmeurs zitten. Alle projecten die wij bij Voortman in opdracht hebben, die worden met Tekla gemaakt. Waarom is er voor Tekla gekozen? Voortman, en zeker destijds onze directeur Gerrit Voortman, die liep best wel voorop in de ontwikkelingen. En die wilde ook gaan 3D modelleren, 3D tekenen. En is er een zoektocht begonnen naar een goed 3D pakket. Niet gelijk op Tekla. Eerst hebben we een andere variant gehad, geprobeerd. Dat programma dat werkte in principe goed voor onze wensen, alleen er kon ook heel veel niet. Wat ook een heel groot ding was, was het maken van tekeningen. Wat gewoon eigenlijk niet ging. Wilde je een 3D tekening maken van een hal, niet eens een hele grote hal. Dan kon het maar zo zijn dat je voor 1 3D tekening moest rekenen voor 1,5 dag capaciteit van de computer dat hij daarmee bezig was. Dus zodoende is er gezegd, afscheid nemen van dit project, we gaan zoeken naar een ander softwareprogramma. En toen kwamen we bij Xsteel. Ja, de werkvoorbereiding voordat we met Tekla werkten was, ik werkte een tekening uit. Op die tekening stonden een x aantal kolommen of liggers of windverbanden. Ik kopieerde de tekening, bracht die naar de werkvoorbereiding, waar wij een streep zetten als engineering. Dat was ons werk en verder ging dat niet. Wel daarbij kwam nog bijvoorbeeld een boutenlijst. Destijds moesten we voor een hele hal alle boutjes handmatig uitzoeken. Dus dat deed je op een vrijdagmiddag en dan was je daar een aantal uren mee bezig. Wij zeggen hier eigenlijk bij Voortman, het model staat centraal. Dus dat betekent alle informatie, die stoppen wij in het Tekla-model en die moet daar vervolgens ook weer uitgehaald worden door de verschillende afdelingen. Jaren geleden werd er nog wel eens gekeken van dit is misschien net iets te moeilijk of juist de andere kant op, dit hoeft niet eens in Tekla, maar doen we niet meer. Zoals ook al gezegd is, het model moet centraal staan, dan moet je wel met Tekla bezig zijn en daar alle informatie in zetten. Ja, welke informatie is belangrijk? Dat begint al voordat we een model gaan opstarten, dat wij IFC-modellen van een architect willen hebben, van een constructeur willen hebben. Het liefst ook nog modellen van bijvoorbeeld iemand die de aluminium puien regelt. Al die informatie zetten we in Tekla. Vervolgens gaan wij ons staalmodel optrekken. Ja, zorgen dat er alle informatie in staat. Dus dat betekent de goede staalkwaliteit. Die is ook echt nodig voor de jongens van de werkvoorbereiding. Vroeger kon je daar nog wel even een loopje mee nemen. Zei je nee, bestel voor dit hele project maar S235. Dat kan niet meer. Je moet gewoon de informatie uit het model halen en die moet goed zijn. Het staal moet uiteraard ook weer gecontroleerd worden en gecheckt worden door de verschillende partijen. Of wij het staal zo hebben staan als gewenst is. Dus ook wij maken weer een export vanuit ons Tekla-model. Dat model gaat naar de verschillende partijen. Die hebben daar eventueel een opmerkingen op. Via een BCF-manager krijgen we de informatie retour. De mensen hebben dat gecheckt via een Solibri-checker of ook via Trimble Connect. De informatie vanuit ons model gaat op verschillende manieren naar de werkvoorbereiding. De NC-files sturen wij naar de werkvoorbereiding. Wij sturen de tekeningen digitaal als PDF. Met daarbij ook de lijsten als PDF. De werkvoorbereiding krijgt ook datzelfde pakket nog op papier. Dus en een aantal lijsten en de werkplaatstekeningen. De machine sturen we aan via de NC-files. Daar zitten een aantal stappen tussen. De DCV-converter wordt daarvoor gebruikt. We hebben een aantal specifieke wensen hoe wij dingen willen. Denk bijvoorbeeld aan tapgaten. Die moet je modelleren op een bepaalde maat. Die moeten dan ook zo naar de machines toe bekend worden gemaakt dat het een tapgat is. Dus vandaar door een DCV-converter. Wij sturen onze informatie naar de werkvoorbereiding. En die gaan aan de slag, die gaan de boel bestellen en die sturen dat vervolgens ook door naar de verschillende machines. De fabricator. Ja, die zetten we in naast ons gewone proces. Waarom? Er is gewoon niet aan genoeg mensen te komen. De fabricator is een grote lasrobot. Even simpel gezegd.
Fabricator bestaat eigenlijk uit drie delen, kun je het noemen. Dus het materiaal komt binnen op de invoer. De fabricator die heeft zelf een grote kraan, een magneetkraan. Pakt het staal op, legt het in de fabricator. De fabricator bestaat uit een aantal packmannetjes, noem ik het maar. Zodat die kan draaien op alle manieren als gewenst. Wat nodig is voor het maken van een merk. De fabricator die hecht eerst met een drietal robots, lastrobots. Daar zit een handling robot bij die de verschillende postplaten op de goede positie aangeeft. Die wordt op de plek gezet. Vervolgens komt er een robot die maakt een hechtlas. Vervolgens wordt er ergens gedurende het lassen een keuze gemaakt door de lastrobot. Wanneer ga ik echt alles aflassen? En in welke volgorde ik dat doe, dat bepaalt de fabricator zelf. De fabricator wordt in principe rechtstreeks aangestuurd vanuit Tekla Structures, want de informatie komt uit ons model. Er zit wel een tussenstap tussen. Werkvoorbereiding moet wel zien. Zeker weten dat alle lassen op de goede plek zitten. De fabricator wil weten waar die moet lassen en hoe zwaar die moet lassen. Dat betekent ook dat we onze componenten, een heel groot deel daarvan, zelf ontwerpen. Zodat als we een verbinding maken, dat daar gelijk alle informatie in staat die ook de fabricator nodig heeft. De fabricator zorgt voor een compleet eindproduct. En ik denk dat dat het verschil is met andere systemen die dat niet kunnen of niet hebben. Ik ben Luc van Rinsum. Ik ben lastcoördinator bij Voortman Steel Construction. Ik werk hier vanaf 2015 en vanuit mijn functie nauw betrokken bij de afdeling productie. De afdeling productie is eigenlijk vanaf het start van het project heel nauw betrokken bij het engineeringstraject. En dat doen we door middel van projectteams. Wij werken bij elk project in projectteams waarbij zowel iemand van de engineering als van de productie aangesloten is. Proberen we ook vanaf het begin na te denken over de uitvoerbaarheid van bepaalde verbindingen. Enerzijds proberen we het zo te ontwikkelen dat het door de fabricator geproduceerd kan worden. En anderzijds moet het in de productie handmatig uitvoerbaar zijn, maar ook te monteren zijn. Uitdagingen op het gebied van communicatie zullen er altijd zijn, maar heel veel is al getackeld door het werken in projectteams. Maar er blijft altijd een verschil tussen de 3D-werkelijkheid in het model en de productiewerkelijkheid. Op het moment dat er een wijziging in het project zich voordoet, dan wordt er altijd overlegd. De lijnen zijn hier heel kort. Dat is het voordeel van een eigen engineeringsafdeling met veel kennis en ervaring. We lopen snel bij elkaar binnen of de engineers komen op de werkvloer om te overleggen over die wijziging. Nou, op het moment dat de materialen binnenkomen, dan start het productieproces. De platen worden gesneden en geboord. Als de profielen bewerkt zijn, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of ze worden handmatig verwerkt op de afdeling productie of ze gaan naar de fabricator waar ze gerobotiseerd, samengesteld en afgelast worden. Heel veel processen zijn al geautomatiseerd en dat worden er ook steeds meer. Zo is het hele voorbereidende werk of de productie van de halffabrikaten is bijna volledig geautomatiseerd. Denk daarbij aan het snijden, het boren, het zagen van de profielen, het scriben. Maar ook steeds meer logistieke stappen worden geautomatiseerd. Daarbij is een goed voorbeeld de introductie van de nieuwe pleetsoorten van Voortman Steel Machinery. De pleetsoorten, daar worden alle platen vanaf de snijmachine ingeladen. En op het moment dat we een bepaald profiel gaan produceren, dan worden de platen automatisch voor dat profiel gesorteerd en in een bak verzameld. En al die handmatige stappen waar we dat vroeger handmatig deden, wordt nu automatisch uitgevoerd. Een verdere optimalisatie van het productieproces zou wat mij betreft op logistiek gebied zijn. Dus de logistieke handelingen zoveel mogelijk automatiseren. Maar er speelt ook nog iets anders en dat is de aansturing van de fabricator. De selectie van welke profielen er naar de fabricator gaan of naar het normale handmatige productieproces gebeurt nu nog heel veel handmatig. En daar zouden we nog een optimalisatieslag in willen behalen. In de toekomst zouden we zeker meer papierloos willen werken. We gaan ook wel die kant op. In de voorbereidende werkzaamheden, dus de productie van de halffabrikaten, werken we eigenlijk al papierloos. In de productie zelf gebruiken we nog steeds wel de werkplaatstekeningen, al gaat ook steeds meer digitaal. Als we een keer een maatvoering missen of iets dergelijks, dan kunnen we dat altijd digitaal inzien. In de toekomst zouden we zeker ook de tekeningen willen digitaliseren. Op montagewerk is het bijvoorbeeld al helemaal papierloos door middel van Trimble Connect. En dat zou voor de productie ook een hele goede oplossing zijn. Uitdagingen op de engineering. Ja, je moet rekening houden, je hebt wensen van klanten. Die mensen willen iets, die verwachten iets. Daar willen wij aan voldoen.
Alleen wij willen ook een zo optimaal mogelijk proces. Dus dat betekent ook op de engineering willen wij een proces wat mooi en goed loopt. Vervolgens ook in de werkplaats, maar ook op de montage. Dus wij proberen met al die partijen rekening te houden. En dat is soms best wel een uitdaging. Tekla structures verbeteren. Ja, we werken er al een hele tijd mee. En bepaalde processen, zaken zien we, die gaan echt steeds beter in Tekla. Tekeningen oppoetsen, daar hebben we best nog veel werk mee. Dat zouden we nog wel graag anders zien. Tekla structures aanbevelen zeker. Wij krijgen ook vaak, dat is niet zozeer met bedrijven, we krijgen ook vaak stagiaires in ons bedrijf. Als we die een morgen, zeg een dag, laten rommelen met Tekla, zonder al te veel input van ons als engineer, dan hebben ze aan het eind van de dag al een haltje staan. Nou, komen andere mensen hier die niet met Tekla werken of dat niet kennen, dat pakket, dan haal ik dat vaak als voorbeeld erbij, dat ik zeg, het is heel erg gebruiksvriendelijk, je hebt het heel gauw in de vingers. De uitwisseling naar de werkvoorbereiding, ja, die zien wij ook wel in de toekomst, dat dat steeds minder wordt via papier. Trimble Connect gebruiken we nog niet naar de werkvoorbereiding toe, wel naar onze montageafdeling, en we zien dat dat echt wel scheelt. Je kunt je prima redden met Trimble Connect via een iPad of via een mobiel. Die slag is er nog niet gemaakt naar de werkvoorbereiding, en die hopen en verwachten we wel te maken in de toekomst, zeker.